Hoi hoi, een hele goede morgen. Van harte welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Joyce Tresor en nog altijd bezig met het 100 dagen project. En vandaag ga ik er weer mee verder. Ik wil graag hangertjes gaan maken van paperclips. Dit heb ik op Pinterest gezien. En het leek me wel leuk om nog, want er is nog ruimte voor hangertjes, om weer iets leuks te maken. Ik heb mijn paperclipjes opgemeten van einde van de ronding tot aan het begin van deze ronding. Dat is 2,5 centimeter en ik had nog een mooie strook van 2,5 centimeter liggen. Dus die wil ik gaan gebruiken. En deze strook ga ik in stukjes van 3 centimeter snijden. Want ik heb eigenlijk dus stukjes per paperclip nodig van 3 bij 2,5 centimeter. Kan het ook met grotere paperclips doen. Meet dan even op hoe breed je je strookje moet maken. En wellicht moet die dan ook iets langer. Maar dat zal je zo meteen zien waarom dat is. Deze kan aan de kant. Die is verder niet meer nodig. Ik kan er 6 maken. Dus ik ga even kijken. Want deze komen van de Action. 3 zilveren en 3 gouden maken. Allereerst pak je zo'n stukje papier en dat steek ik ertussen. Dan vouw ik zo'n 0,5 centimeter ongeveer om en ga ik vastplakken. Je kunt dit ook met stof doen, dat is ook wel grappig, maar ik had dit mooie stukje papier, dus dacht ik ga daarmee aan de slag. En dan vouw ik eigenlijk mijn paperclip in dat stukje papier op en plak ik weer dicht. Dan is eigenlijk je paperclip omgetoverd in een soort met van kraal met daarboven een oogje en daaronder. En hier kan je dus leuke kraaltjes of andere leuke dingetjes aanhangen. Ik had hier in een doosje nog een leuk bedeltje met een kroontje erop. Ik weet niet waar het van is. Die ik eraan wil maken. Dan oogjes nodig. Even kijken welke maat. Hoeft niet zo heel groot te zijn bij deze. En dan kan je dus aan je bedeltje. Jammer dat ze nou net in de tuin herrie beginnen te maken bij de buren. Maar nou ja, het is niet anders. En zo kan je dus leuke hangertjes maken op een hele eenvoudige manier. Eigenlijk met dingetjes die je in huis hebt. Je kunt er ook leuke kraal onder hangen. Of kijk eventjes wat er bij jou in het kastje ligt. Ik ga deze nog even op dezelfde manier maken. En als ze zo meteen klaar zijn, dan laat ik ze je nog eventjes zien. Tot zo! Zo, daar ben ik weer. En ik heb ze alle 6 af. Hier heb ik er eentje met een zwart kraaltje. Hier eentje met een schattig sleuteltje. Eentje met een slot. Die zijn leuk om ook bij elkaar te gebruiken. Dan had ik nog een heel mooi Swarovski hart. Ik heb ooit van een klant gekregen. Die vond ik zo leuk, die wilde ik ook gebruiken. Deze had ik net samen met jullie gemaakt. Met dat leuke hangertje met een kroontje. En ik heb er nog één met een vlinder. Een korte video vandaag. Het is ook wel super simpel, maar wel heel erg leuk. En weer een aanvulling op ons 100 dagen project. Ik zal nog heel eventjes kijken. Want we hadden natuurlijk die linten of die touwtjes hier. Die hangt al een en ander aan wat we gemaakt hebben. Maar ik heb nog een touwtje. Het is dat touwtje van de mini journal die we gemaakt hadden. Ik wil heel graag die met dat hartje eraan maken. Dus die rijg ik er even aan. En die andere die bewaar ik gewoon of voor een ander projectje. Of voor aan de rug van het boek. Ik denk dat daar ook nog wel een en ander aan gaat komen. Want daar hadden we natuurlijk, ik had daar die hanger aan vastgemaakt. Hè? Deze. Dus daar bewaar ik het nog voor. Dit was weer mijn video voor het 100 dagen project. Ik hoop dat je het weer een leuk ideetje vond.
toe kan passen op jouw 100 dagen project of misschien een ander momentje in een journal of iets anders. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!